ik verlies altijd eigenlijk, maar ik ga altijd als eerste mogen beginnen. Uh-oh, goedemiddag! Welkom terug bij de laatste aflevering van Let's Play Mario Party 5 dit bord. Wahaha, there are only 15. Sorry, fout mijn vinger stem. Wahaha, there are 5 turns left, so let's make them interesting! Oké. Toad is in first! Mario is in second! Boo sits in third! Yoshi is dead last! Ik zeg niks. What in the... At this rate, Toad's gonna beat all of you! It's that easy, this ain't the Mario Party! Uh-oh. Sir Yoshi, I'm going to give you the chance to turn things around! Muster up some strength and spin the roulette wheel, you last place loser! Oké, hier kunnen dus verschillende dingen gaan gebeuren. Ik leg dadelijk alles uit wat er kan gebeuren. Deze is de meest common. Wat er nou gaat gebeuren, alle vakjes zullen verdrievoudigd worden, gaat hij hier nou uitleggen, maar dat leg ik lekker uit. Dat wil dus zeggen dat de blauwe vakjes je nu 9 muntjes geven, rode muntjes trekken en 9 muntjes ervan af. Oh. Er kan ook een uitkomst komen dat er in één keer 5 sterren in het beeld zijn, tot elke vakje een capsulevakje is, tot elk rood vakje een bouwzenvakje is, heb ik al gezegd volgens mij, maar dat maakt niet uit. Tot alle rode vakjes chance zijn vakjes worden, heb je ertussen zitten, geloof ik. En als je 2 spelers per vakje hebt, dan... Ja, en als er 2 spelers op hetzelfde vakje komen, krijg je een duel. Degene die zeg maar op hetzelfde vakje komt, mag kiezen wat er zeg maar geduelleerd wordt. Ik weet niet meer, je probeert te gooien, dus... Gooi het daar! Vrij vakje. Daar heb je ook een vrij vakje. Daar heb je ook een vrij vakje. Zoveel vrije vakjes! Jeez! Gooi gewoon ergens neer. Hij probeert er weer voor te zorgen dat ik gewoon een half uur aflevering heb. Hij zijn schuld. Wartel! Geen duel. Of ik moet nou dadelijk ook 4 gooien. Oh. Pauze! 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 Je hebt een 6 muntjes weg te verliezen. Als je naar die andere gaat, verlies je ook al je muntjes. Dan ben je net op... Waarom help ik jou? Ik ga kiezen voor pauze. Hij is mijn goede vriend nu. Waarom help ik jou? Waar zijn je een glas gelaten? Geen idee. Ik heb ook niet eens een glas. Nee, jij hebt je fles. Je was op het verkeerde station. Nou, wat gaan we doen? Wahaha! In my turn is next event! Ah, nergens. Bowser Revolution! Ah, dit is... Nee! Wat ik ga doen is, hij pakt alle muntjes van alle spelers, pakt hij af en verdeelt die als gelijk. Dus iedereen heeft dan evenveel muntjes. Dit is een hele grote kick in de face voor mij. Bijna 100, hoeveel muntjes had ik ook alweer? 122, 63. Iedereen heeft nog 63 muntjes. Ik ben bijna half uur, jongen. Zo hard gewerkt voor je muntjes. We'll meet again. Kom drinken. Nee, dit muntje nog niet op. Door jou heb ik geen muntjes meer. Door jou zijn mijn muntjes meer. Ja, 63 muntjes, 63 muntjes. Jullie hebben allemaal 63 muntjes. Ja, wij hebben tenminste op ster, hij niet. Volgens mij ben ik aan de beurt. Ja. Dit moeten we vooral tijdens een opname doen, joh. Echt heel erg leuk. Mario, druk nou op start. Gregory, kun je ook even je melden? Ja. Jullie hebben nog niks volgens mij, wel. Oh, jij wel. Zoveel kans op chance. 10. Oh, dat zat ik eigenlijk niet op. Even kijken hoor. 2, 3, 4, 5. Haal ik dat? Ja. Ja. Kijk, zo zie ik, komt hij weer achter mij terecht of zo. Nou, ik weet niet. Ik kom dadelijk op zo'n pijltje terecht. Dus ik weet niet wat dat precies inhield. Dus. Als je nou bijvoorbeeld vertoond staat of zo, ja, dat schiet toch niet op. Hij komt op. Ja! Yes! Hij staat op jou, in jouw buurt, hè? Ja, ik kan hier naar boven gaan. Wat is dit? Wat? Dit is een kleptootje. Nee, niet naar mij Yoshi, brengen. Yoshi, breng je niet naar mij toe. Yoshi, nee. Yoshi. Nee. Shit!
Yes! Hey, ik ben helemaal aan de andere kant van de berg. Geen drinken voor jou, nu zeker. Laten we even drinken van de dorst, hè? Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Ik weet het niet, maar ik zal het voor elkaar krijgen. Nee. Ik ontken alles. Ja, zelfs mijn zin is niet zo goed voor zijn gasten. Na de opname zit het hier in bloed, maar... Wil je het uitzien? Yes or no? Waar sta je op? Capsule. Oh. Maar ik mag eerst dat ik kom bij school. Pauze! Dat is ook een mogelijkheid. Kan mij. Joefo! Kijk met Joefo! Oh! Nee! 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 Nee, niet doen, niet doen, niet doen! Hij moet nou even, hij moet even. Nee, nee, wel eerlijk, hè, wel eerlijk. Ik denk, krijg je eindelijk zijn eerste ster te krijgen. Twee stapjes! Zul je dadelijk zien in de laatste beurt komen op een challenge time en dan pakt hij al onze ster af. Ik hoop het. Nee, dat kan oh, hij is wel goed hè, dat echt gewoon recht van die ster uitkomt nu. Net dat kan, dat kan niet eens. De vorige keer is het de nog wel goed. De challenge zijn achter mij. Oké, okay, ja, ik weet dat we tegen de computer moeten doen. Dus we hebben defuse or lose? Oh nee! Oh no. Wat we moeten doen is, er zijn drie brandende lollen die naar de King Baron toe gaan. Wij moeten dat zien te stoppen door een ground pound op te doen, dubbel A. Degene die als eerste zeg maar de bom laat ontploffen, verliest. Aan de rekening. Nou, twee keer op A. Ja, en natuurlijk er wel naartoe lopen met de pijltjes toets. Of ja, met de pijltjes toets met Georgie. Bij die kruisings kun je twee lontjes tegelijkertijd stil houden trouwens. Hou jij nou die ene in de gaten? Ik ben aan hier wel bezig. Hoe moet ik dit nog volhouden? Dit is zo zenuwslopend. Het scheelt niet veel! Yoshi vloog door het beeld. Zo. Yoshi vliegt er weer eens van. Ik kon ook meteen een team voor, maar ik kon niet met jouw team wijzen. Wat is Yoshi? Je hebt niet zo'n ster van 100 tot die jij me gaat helpen. Ja. Oh, wel. Dood, wij vormen nu een alliance. Ja, of je moet naar 10 gooien, geloof ik. Dat is ook een actie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee. Nee, ga je niet redden. Nee, ga je niet redden. Gewoon op B. Ja, hij gooit al hard, dus. Ja, of zij moet nou in de volgende punt 1 gooien en je neemt dat risico. Ik heb nog niks beters te doen. Nou, volgens mij kwam je al eens... Oh. Is dat jouw tweede of je derde? Tel me. Ik wist toch wel dat ik naar beneden uit ging komen. Maar dan gaat het wel niet. Dat halvering. Oh. Coins met mij. Doe maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Nee, natuurlijk niet. Twee muntjes verschil, oh no, die ego. Twee muntjes ben je kwijt. Kaas. Wat doe je met Yoshi? Of met mij. Op dit moment zag ik ineens met de laagste. Kijk, heb je nog ruimte om die belletje ergens? Ja, natuurlijk. Waar die ballon lag. Oh nee.
Zoveel duvel. Dit is echt rood of panic hier. Hier liggen gewoon zoveel duvels, jatmuizen, chansteins. Ik heb geen flauw idee wat ik buiten gekomen. Het is geen vakje veilig. Oh, één. Het is geen vakje veilig! En daar kom jij net op. Mooi. Net dat ene vakje. Geweldig. Nou, ik heb een cunning plan voor de volgende beurt. Ja! Ja! Kom... Yes. Ik moet wel goed... Kijk, ze denken al van, oh, zelf op 21 heeft een plan. Kregelie, Nathalie, kijk uit! Ik kan hem nog krijgen! Hij is weer voor mij gewoon gekomen, weg! Eerlijk sterretje is gekomen. Echt voor mij een hele. Wat heb je nog te zetten? Dat is de coin halveerder, geloof ik. Die? Ja, en die andere drie, dat is gewoon een blue space. Dus dan raak je 31 muntjes per ouch. Dat doen we dus niet. 5! Oh, dat komt er helemaal niet op af. We gaan nog iets kijken op kaart. Maar op zijn minst 1. Ik wil op zijn minst eindigen met 1. Dat is 1, 2, 3, 4, niks. Of naar beneden toe, 1, 2, 3, 4, ook niks. Nee. Dus blauw, blauw met item, zonder item. Blauw van een item. Strategisch, maar. Ik denk niet. Ik ontken alles. Ik ben echt moeilijk, maar ze maken dat hier. Mushroom! Een steen naar zijn hoofd. Shroomatic! En we krijgen hem. We hebben nog steeds geen lucky game gehad eigenlijk. En dat zijn die paarse games. Die hebben we één keer gehad. Ja, daar zijn we net! Die 2-2, ja. En nu ook visjes ja. Oké, okay, het enige wat we moeten doen is een keer met de joystick rond te draaien en de rest is helemaal leuk beest. Dat is alles. Wanneer moeten we hem ronddraaien? Wanneer dat hij zegt start. Gewoon één keer ronddraaien? Ja, totdat je een balletje bij jou ziet. Dat was alles. Lol. Leuk beest. Je hebt 10 muntjes, ik heb 20 muntjes, jullie hebben hoofdpijn. Ik zo, mijn hoofdpijntje. Hey! Heb je ook nog iets? Maar nu heeft mijn plan weinig zin. Ik dacht, omdat ik op 60 muntjes zit en Toti zit op 93 muntjes. Dat ik mijn item zou gaan gebruiken, waardoor dat ik op die 93 muntjes zou komen en tot 5 yes. Puntjes. Maar ik heb weer de meest, of ik heb bijna weer meer ja, muntjes. Ja, ga je komen. Yes! Ik zou naar beneden zijn gegaan. Ik zou dat niet gedaan hebben. Hij zou de laatste mogen sterretje hebben voordat het afgelopen is. Nou, ga je Karkmos bellen dan. Ik heb een sterretje. Waar heb je dat sterretje? Hè? Waar? Mario Party 5. Nee. Zouden ze dat leuk vinden als je echt zo kan bellen? Ja, sorry. Jullie komen sterren repareren. Ja, ik heb een ster. Ik heb er eigenlijk 5. Ja? Ja, ik heb ze gekocht voor 20 muntjes. Doe nou, gewoon? Ja! Ja, nou nee, het kwam namelijk zo. Iemand die vroeg mij of ik een ster wil ruilen voor 20 muntjes. En toen heb ik gezegd ja, alleen toen gaf hij mij de ster en dan moest ik hem 20 muntjes geven. Ja, dat is echt gebeurd. Ik ga nu ophangen en mond net zo worden. Doei! Veel plezier. I'm out! Precies waar. Maar van de informatie is dat u weer in een hoekje naar de muur te kijken. Hi, muur. Heb je een vriend gevonden? Ja. Knuffel je vriend, Tess. Armpje om link heen, ja.
Druk genoeg op A, jongens, het hoeft niet in beeld te blijven. Net playbook op zijn ergs. Ja, toodstrak vlug. Wat is D nou? De eerste. De eerste, dat is een munthalbeerde. Oh. Doe maar niet. Dan kun je niet voor die. Toad heeft sowieso niet bonusstemmen, dus Oké. We weten het nu wel, spel! Oh boy! Yes. Dit was zo'n chance, weet je nog? Ja, ik heb er twee neer gegooid. Oké. Dit is gevaarlijk. Wat gaat er gebeuren? Iets met Yoshi. En iets met Boo. Zie? Nou gaat het belangrijkste komen. Ik durf trouwens weer te kijken. Eerst gewoon waar zijn. Yoshi moet 20 muntjes geven aan Boo. Yay! Thank you! Ja, dit had dus ook een starswap, sterrenruil, sterren moeten geven aan die. Dit had van alles kunnen zijn. Kom weg! Kufoe. Ik zou hem gebruiken op jezelf. Waarom help ik jou? Omdat hij noob zijn. Ja, echt. Ja, ik ben vooral een noob. Let's play a game, jongens. Ik ben de noob. Ah, het was 17 gegooid. Ik herinner me nog een Nintendo dat ik een blooper had. Dat jij er al had let's play's. Dat ik... Mijn point is proven. Ja, een blooper. Dat ik... Toen jongens. Zei jij van ja, en ik ga dan ook ja, let's play's doen. Maar jongens, kijk ja. Dan. Nee. Hou jij hem vast? Dan ren ik weg. Nou ja, liever dat jij hem hebt gestoot. Ik heb hem net even omgejat. Waar zit de volgende? Die zit daar weer. En waar zit... Wie zit daar weer? Die zit erbij natuurlijk. Ik. Nu niet meer, maar... Oké, Bowser op Red Space. Het verbaast mij dat ik heb Bowser. Het verbaast mij dat niemand in Donkey Kong is gekomen. Nee, omdat niemand daar is geëindigd met twee, anders zou je automatisch naar Donkey Kong gaan. Maar ja, we hebben nog meer woorden die we kunnen doen. Oh boy, zie je staan. Bonus. Dan krijg je een stem minder. Pauze op bonus. Donkey Kong bonus. De Donkey Kong? Donkey Kong punch! Ah, hij neemt muntjes. Hoeveel muntjes gaat hij pakken? 20. Nou ja, iedereen tegen jou. Ja. Gaan ze weer op? Niet eens in dit spel. Oké, ik ben heel slecht in dit spel. Iedereen spel is nog niet eens gekozen. Die hebben we al gehad. Ja, toen verloor ik ook al. Was ook al toen, Mike, tegen jullie, weet je nog? Ja, dat weet ik. Ik deed gewoon opzettelijk om ons nog eventjes in de baan te laten. Maar we weten hoe pro dat je bent, dus. Nog steeds niet. Je ziet eens wie een stukje beter, hè? Toad!
Nee! Oh! Ja! Dood zit echt in de weg! Nee! Dood zit echt in de weg! Part 1, kijk het! Part 1, dit spel! Part 1, ja, ik ben eigenlijk... Part 1! Revenge! Ik ben eigenlijk heel slecht in dit... Ja, nee, ik ben hier niet goed in. Nee, ik ben hier niet goed in. Nee, de ware aard komt naar boven. In het volgende bord houden we geen rekening meer, hè? Nee. It's on! Like Mario. En de Donkey Kong! Like Boom. Donkey Kong had weg moeten blijven, gewoon de sterren aan moeten pakken. Ik heb Kong nog nu even bezig. Oh, Spiny, die heb ik niet uit kunnen leggen. Spiny, op het moment dat je daar opkomt of op jezelf gebruikt, dan gaat dat roulette dingetje weer en steel je 10 minuten van je spelen. Deze steel je dus, die krijg je dan wel zelf. Op eigen gebruik, dat is 5 minuutjes. Dus dan win je eigenlijk. Daar ligt het helemaal vol, dus het is alleen maar die rode, die blauwe. En voor de rest ligt het helemaal vol. Okay. Oh, net niet! Nee, voor de rest ligt het helemaal vol, gelijk al. Dus het is echt alleen die rode of die blauwe. Of die blauwe. Of die blauwe. Maar als ik er zo kon krijgen dan dus 9 coins plus 5 coins? Ja. Nee, dan krijg je 9 coins plus 10 coins als je er zelf op komt. 10 coins van de andere speler. Ik weet nou niet precies. Lacht daar nou iets? Ja. Hey groentje, supermushroom, drie jatmuis. En hij heeft genoeg voor een ster. En duel. En duel ook nog eens een keer. Wat wil je van je tegenstander? Het is automatisch Toad, omdat je samen met Toad... Ja, het mooie is, hij kan dadelijk gewoon zeggen van nou Toad, ik jij je ster terug als hij wint. Dus ik doe dat gewoon zodat iedereen, als ik die ster van Toad afpak, geeft iedereen gelijke kansen. Ja. Nou, dan ik puur mijn coins en ja, bonussen. Ja, maar je kunt dadelijk na het duel, dan krijg je je happening gebeuren en dan kun je hem gewoon eens een keer een ster stelen. Dus mocht jij nou verliezen, dan kun je die ster met 30 muntjes weer terugkopen. Dus je hebt eigenlijk een dubbele verzekering. Mag jij daar wat naartoe kijken? Ja. General. Ja. Rugbeest. Gatherope, ik zei het al. Wat Gatherope doet, je krijgt 3 touwen te zien. Eentje die is supergoed, eentje die is normaal en eentje is super slecht. Degene die de beste pakt, die wint. Dus totaal rugbeest. Kies een touw en kies je lot. Platte maar, dat is wel leuk. Doe dus. Hè? Die platte Mario is ook leuk om te zien. Ja, maar ik heb alleen maar Yoshi en Toad. Links. Rechts. Ik ben heel slecht hierin, dus links. Dat is links. Links, ik ben hier heel slecht in. Waarom doet Dood niks? Op aandrukken! Weet toch wel hoe je hier moet kiezen? Ik zou niet. Ja, en wat doet Dood? Die luistert naar jou. En wie gaat winnen? Nadat jullie luisteren, leren we hiervan. Maar nou is het dus heel erg. Yoshi die gaat dus namelijk een gigantische comeback maken. Want hij kan nou nog een ster van iemand anders kopen. Of ja, niet kopen, jatten. Doe helemaal dood, helemaal ruïneren met zijn sterren. Dood gaat dood. De wraakactie op dood. Ja, maar dan heeft hij wel een ster, dus in plaats van tot die 20 muntjes voor een ster doet. Of doe random op zijn minst. We hebben allemaal 2 sterren! Ja, eigenlijk zou random het eerlijk zijn. Dude, het is op YouTube, schiet een beetje op. Wie? Kom naar mij toe. Wie ook weer? Zie je? Vechten jullie maar samen. Het was random, hè? Niet bij. Ik zeg daar klopt. Op het moment zoeken wij nog inderdaad schoonmakers voor een toekomstig bloedbad wat hier geplaatst zou worden. Dus meld u nu aan op www. En niet te veel in de pet zitten, want dan kan ik kapot gaan. Wat doe je me nou dit hier een keer aan?
duurt het niet. Druk erop bij duurt het niet. Druk nou. Wat zei ik? Ik moet altijd laatst. Zijn schuld? Ja, maar wat, oh. Wat had ik je gezegd? Lol, ik wist niet dat ik eerst stond. Ja? Geen schuld. Maar er zijn nog genoeg happenings. Oh, don't take no for that happenings space weer. Dat is volgens mij op zijn derde. Dus dat wil zeggen tot Gregory en Toad dan dadelijk nog een ster bij gaan krijgen. Ik sta nog steeds met 122 op de meeste muntjes te vertrouwen. Wat, hoe zijn over no? Ja, want de ster zit niet in die richting. Oh. 4! Voor het eerst! Donkey Kong! Je vroeg erom. Oké, Donkey Kong die heeft de kans om 3 dingen te geven. Donkey Kong Roulette, Donkey Kong Gift en Donkey Kong Minigame. De roulette dan kun je een ster winnen. De minigame dan kan je muntjes, zoals deze. En de giveaway dan krijg je een dobbelsteen en zoveel muntjes ga je krijgen. Oké, er kunnen dus zeg maar 1 banaan is waar 3 muntjes. Dus elke banaan die je wint krijg je 3 muntjes. Dit is een hele grote munt giveaway. Alleen voor jou of voor iedereen? Voor iedereen. Minigames is voor iedereen altijd. Divine Climb. We moeten omhoog klimmen, zoveel mogelijk bananen zien te verzamelen ondertussen dat we omhoog klimmen. Met A klim je, met B ga je omlaag, met R ga je naar rechts en met L ga je naar links. Voor de echte Donkey Kong Arcade liefhebbers, ja, daar is dit spel op gebaseerd. Je hebt ook bananentrossen, daar zitten 5 bananen in en die zijn dus 15 muntjes waard op dit punt. Succes iedereen. Oh, ik kijk uit voor de beesten die we nu kijken. Like Mario. Dit kan trouwens ook heel erg beïnvloeden de Star Coin. Of de minigame coin. Finish! Wat? Ik heb een 16. Ik heb een 4. Dat was zo snel dan bij dat ik dacht. Ja, het is een bonus. Wat zeg zo? Afgelopen. Ik moest even rekenen. Ja, dat doe ik voor een aantal. Ik weet niet hoe ik hoor, 39. Zo. Ja, op het einde kunnen we alle statistieken sowieso zien, dus. Hoe kan nou ook weer een. Je kunt terugjatten, gewoon op jezelf gebruiken voor 45 muntjes. Dan is het 15 voor op je eigen te gebruiken en 30 voor ster. Dus je zou het kunnen doen. Dat is wel heel veel muntjes. Nee, 15 maar extra. Omdat je hem op jezelf gebruikt. Dus ik ga het doen. Ik deed het random, hè? Jij doet het gewoon nou puur, gaat puur op mij. Ja, maar dat komt omdat, nou staan we niet meer gelijk. En degene die je random hebt gepakt, die houdt daar niet zo van om sterren te verliezen, blijkbaar. Plot twist, gaat naar dood. Oh, het is helemaal gisteren. Ja, kort. Nee. Oh, wacht, ik zat verkeerd. You lose. Nou, geweldig, je staat nog steeds laatste. Nou, maar ik heb in ieder geval niet. Je staat helemaal niet laatste. Jawel. Ik ben wel laatste. Oh, jij bent laatste. Ja. Ja, maar ze mag nog gooien. Dus ga je dan 9 minuten bij. Zes, vier, tellen. Zes, vier. Laat hem maar naar de minigame in. Dan staat ze derde. Battle minigame! Nou, laten we hopen tot het een beetje 30. Iedereen in 30? Kom op 50. Af, nee. Oké, wat voor minigames hebben we nou? Touwtje trekken, luck based en snelheid. Deze heeft Toad. Toad gaat naar low luck based, want Toad wint die. Dan zou ik deze kiezen. Wacht, welke was het? Deze, ja. Als je die kiest, dan komen we op deze uit. En die wint Toad ook. Doe die nou, ik heb ook die. Ja, ik hoor. Button bashen! Oh crap. Gewoon button bashen. Degene die het langste of die het snelst op A achter elkaar kan drukken, die wint. Het gaat van vierde naar derde naar tweede. Je wordt zo erg.
Daar zijn we tenminste sneller dan ik weer. Ah! Hey! Kazaa, I'm too was, bro! Was in ieder geval tegen ons, naast de battle. Ja, maar dan heb je sowieso muntjes. Ja, waarom? Ja! Ja, ik wil aan de keer schrijven. Borstel! Borstel! Dood! Dat was niet laat. Toraak! De vlaat. Hé, saving. Last turn! Jee! Oh, dude, kijk een beetje uit. Het sleutelt al de gamepje mee. Ryan de tweede. Stop breaking everything, Greg! Ik wil even zeggen, ik zag niks kapot. Laatste beurt, ja. Might as well do it. Dan heb je nog genoeg. Dus ja, je hebt 3 dobbelstenen en nu heb je nog 20 minuten zo. Dus je hebt kans op de stats kunnen komen dan. Waarom help ik jou? Je weet gewoon aan. Ja. Ja, ik denk, ik sla maar even in je gezicht om het ophouden. Ik bedoel, ik zit jou te helpen. Shit, Mono! Yeah! Nou, top 22. Boink, 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 boink. Ik wil echt sowieso bij de devs ook nog weg. Dat is zo daar, sorry. You can't use the cat from machine, now move along. Chance time. Nou, je hebt er nog 9. De ster is die kant op. Daar zit hij. Oh, dadelijk haalt hij hem ook nog. Boven. Nee, hij zit daar. Daar zit hij. Naar links. 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 Daar. Volgens mij, daar haalt hij volgens mij net. Niet omhoog. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, no! Dat maar in 2 krijgen een keertje gehoord. Dankjewel voor het hulp. Voor de hulp. Waarom help je nou steeds? Waarom heb ik geholpen? Ik word de eerste, maar ik ben nog steeds laatste. Ik zou meestal de laatste worden, maar dan nog. Nou, ik zou een leuke verrassing kunnen hebben een keer. Oké. Jij wordt drieërs. Drieërs. Hoezo word ik drieërs? Dood wordt laatstes. Dood wordt laatstes. Jij wordt drieërs. Hoe wou je dat voor elkaar kiezen? Niemand is I have a cunning plan, dat is ook wel een new can pressure type. Oh, nou, met wie ga je swappen? Of nou, wie ga je vliegen? Je gaat swappen, je gaat vliegen. Wat zinloos is, aangezien dat het de laatste beurt is, waarom krijg je hier geen melding voor? Zinloos? En nee, dit geldt helaas niet voor nu wel. Ik zie je wel gelijk denken, vier sterren, vier sterren, vier sterren. Volgens mij komt hij ook een chance nou. Nee, net niet. Ik word gewoon mijn laatste. Ik ben gewoon nieuwe doorgekomen. Alles kan er gebeuren. Wat? Dodie staat helemaal niks meer aan. Als hij nou in mijn gegeven zijn van wapen. Everybody shuffling. Dat had die groene, wat was dat? Een barpijp of iets? Ja, maar heb ik niks meer aan, want ik kom niet meer gebruiken. Als we dat toch zinloos gaan doen. Oké, dat is goed gaan doen. Ja, eigenlijk wou ik hem jou cadeau geven. Laat ik de ster eventjes kijken of ik hem voor Boos zijn neus nog knik kan zetten. Ik zei al, ik heb een cunning plan. Misschien krijg ik hem nog voor je neus. Nee, maar dat was de laatste beurt, dus dat boeit niet. Maar dit is te halen! Ja. Dit is te halen! Je kunt het! Je kunt het, Nathalie! Je kan het! Ja! Woehoe! Zie je dat? Zie? Moet die hebben? Ja, die moet je hebben. Nee, ik moet hem ook. Nee, daar. Throw controllers! Twee muntjes. Daar sta ik, 3 dus. De tweede. Ik zei toch, Toad gaat naar 4. Ik heb het gezegd. Volgens sterren staan, dat iemand die wel een beurt heeft, maar... Voor de mensen die het willen weten.
Ik heb het gezegd. Dood gaat naar 4. Nou, wil je nog even nemen toe? Waarom? Game! Oh, dit is hilarisch. Ik wil ook eens. Ik verzin wel iets. Ik denk, ik ben wel echt. Shit, ik heb me vastgeklemd. Nee, wist ik al. Ja, wel mooi middag. Ja, maar ik wist het allemaal van hier. Boom. Coney Island. Waarom wist ik het? IJsjes vangen. Gewoon rondlopen met een ijshorentje, er vallen ijsballetjes naar beneden en die moet je gewoon vangen. Daar komt het op neer. Met de meeste ijsballetjes wint. Lekker rondlopen. Net op de schaduw om te zien de ijsballetjes zullen vallen. Ballen. Pokémon. Statue of... Statue of Mario. Mijn! Oh, ik heb behoorlijk een ijsbal ervan. Ik was er totaal eigenlijk op. Waarom duwen jullie mij allemaal aan de kant? Op eentje meer. Maar goed, jullie staan dus nou voor met Serre op dit moment. Dit is de standaard score op het eindpunt. Wie drukt er op A? Yoshi. We gaan naar de bonussterren toe. Dus ik heb de coin lead, maar ik sta 1 ster achter. Hun hebben de 3, Toot en ik hebben de 2. En ik heb de coin lead. Zien we nou. Sterren, jullie staan daarin gelijk, maar ik weet niet wie tussen jullie twee de meeste muntjes had. Hi. Dus... Hi. Twee? Serieus? Oké, dus ik moet 2 sterren winnen om... of 1 ster winnen om dus te winnen. Oké, de minigame star. Die heeft de meeste muntjes, die gaat naar mij. Ik ben een emmer. Minigame. Oh. Mario! Dacht Mario. Nou, meeste. Ik weet dat ik die andere ook heb, dus. Ja, ik denk dat ik gewonnen heb. Ik denk dat daar niet meer over te twisten valt. Nee, dat is gewoon Mario. Ja, want ik had 167 of zo. Ja. Maar ik ben benieuwd naar die happening, want volgens mij ging die naar jou en Toad. Tussen mij en Toad. Question mark. Ja, 2. Nee! Wat? Plotwist! Plotwist! Dat betekent dus dat jij op de laatste plaats bent terechtgekomen. Ik maar. Nee. Dag Yoshi, laatste. Dag Dood. Je hebt 2e geworden. Wat? I'm the wiener? De wiener! You're the wiener! De wiener schnitzel op zijn minst dan, maar vooruit. Goed, ik ga even naar de statistieken kijken. De statistieken laten dus eigenlijk zien hoe dat alles gegaan is. Zoals je hier ziet, 4 sterren voor mij en Nathalie. Ja, dan heb ik 3 sterren voor Toad en voor Gregory. Alleen jij maar 8 puntjes. Yoshi. Yoshi. Oké, dan gaan we dus hier, kun je dus precies zien. Minigames, 191. Dus, alles ja, hoogste aantal muntjes ooit behaald door de spelers. Ik heb samen met Toad het grootste meest op de rode vakjes gekomen. Ja, daar komen we dadelijk op. Meest op blauwe vakjes gekomen, ik. Meest op rode vakjes, Toad en Gregory. Evenementvakjes waar capsules lagen, daar is Yoshi, die houdt nog een deel daarvan. Vraagtekenvakjes, hier, nou zie je het. Jij bent maar 1 keer op een vraagtekenvakje gekomen. Je bent 1 keer op die pubus terecht gekomen. Voor de rest helemaal niks. Mm. Ik. Meest op Bowser vakjes. Meest op Donkey Kong. Gewoon om het een keer te laten zien. En dan het leukste is nog eens een keer dat je hier ook een grafiek hebt. Hier zien we de sterrengrafiek. We zien dus dat de eerste ster, die ging naar Toad. De tweede ster, die ging naar Toad. De derde ster, die ging naar jou. Hier gingen de sterren voor mij. En bij de bonus ben ik alleen omhoog geschoten. En je hebt ook nog eens een keer de coins. Wanneer ben ik daar gewoon op? Zie je maar dat heel veel aan de bodem blijft hangen. Toen kwam ik aan de bodem zo. Oh ja, toen was het in één keer, dat is inderdaad het punt op... Iedereen dezelfde coins. Moet je kijken hier, dat is gewoon een heel erg play.
Dus, dit is het eerste bord wat we gedaan hebben. We gaan nog een ander bord doen. Dat is natuurlijk in een volgende, punt. Dat heet dan ook weer anders. Dat is dan weer gewoon bij part 1. Dus, heb je de leukste momenten van dit bord? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tegenop de tijd voor hebt. Dit was wel de Play 20. En dat is één. Ging door elkaar. En Nathalie? En Henry. Oké. Dus wij hopen jullie te zien in het volgende bord. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!